dat stopt niet, hè, dat water. Dat blijft gewoon komen. Dit is de eigenaresse van het bedrijf, Reensboer. Reensboer Recreatie. Heel vriendelijk. En hier hebben wij ons plekje gevonden. Daar gaan we weer 2 dagen gaan we weer overnachten en vertoeven. Hartstikke leuk. Hoi! Daar zijn we dan. Ja. Deze keer in? Reensboer Recreatie. Bij Almelo vlakbij. Dus ja. In Geesteren, om precies te zijn. Ja. We hebben net de camper neergezet. Vriendelijk ontvangen door de eigenaresse en de eigenaar. En we staan nu in een kantine. Ja. Verbazend hoe mooi en netjes het hier al is. Het is ook echt gezellig ook hier zo, hè? Zal je straks wat meer van de camperplek laten zien, want het is echt wel de moeite waard. Het is in een cirkel, 12 of 13 plekken geloof ik, 14 zoiets. Ik heb even niet opgelet, sorry. Maar een hoop plekken, allemaal in een cirkel en je staat op verhard, maar het zijn van die grasblokken. Maar het is nu zo nat dat ze zelfs het deel wat je vooraf moet rijden, hebben ze wat van die platen, hebben ze gehuurd dat je dus gewoon op kunt rijden zonder dat je in de drek komt. Dus echt attent. Ja, ik ben nou al onder de indruk eigenlijk. Maar het is een mooie plek om even lekker te gaan zitten, een biertje drinken of een wijntje drinken. Of als je dat niet van houdt van koffie. Dan, ja, dat kan ook. Kan ook nog, want er staat er eigenlijk goed zelfs een koffiezetapparaat wat je kunt gebruiken. Ja. Ja, en ze hebben allemaal leuke hebben dingetjes, maar dat zullen we je wel straks laten zien. Ja, we gaan hier toch een paar dagen blijven, dus we hebben alle tijd. Ja. Onder de indruk van de kantine. Echt hele leuke spelletjes hebben ze neergezet. Ja, verrassend. Ondertussen lopen wij nu even om deze uit te laten. En het zijn geen 14 plekken, maar het zijn 17 plekken. 16, nou weet ik het niet meer. Nee, 17 plekken zijn het. Zijn het er 17? 17 zijn het. 17 plekken. Het is echt veel. Nee. Dus. Ja. Plek zat. Ja, 17 plekken. 100% zeker. Ja, nummer 17. Ja, 100% zeker. Ja, echt een mooie plek hier zo. Nou, even deze uitlaten. En dan gaan we naar binnen. En dan weten jullie vast wel wat wij weer gaan doen. Lekker eten. En toen was weer avond. Lekker warm in de camper. En dan vragen ze wel eens, wat doen jullie nou s'avonds in de camper? Heel veel snoepen. Heel veel snoepen. Lekker drinken. Ja, ik ben gewoon de Fanta. Ja. En ondertussen hebben we een filmpje opgezet. Lekker kijken. En hier kijk maar wat deze doet. Even kunt zien. Deze ligt lekker hier, hè, in een mandje. Heel goed voor elkaar. Je zit te hopen dat ze een stukje kaas krijgt. En voor de rest. Maar dit is niet altijd dat we dit doen, hè? Meestal doen we dit, maar dan zonder tv. Ja. Daar komen we kort op neer. Lekker snoepen, lekker eten. Ja, tv kijken noemen we heel erg weinig. Ja. Maar zo af en toe een keertje nu ook een filmpje kijken. Maar voor de rest zitten we gewoon een beetje te knauwen. Een beetje te hangen. En een beetje Facebook vragen te beantwoorden. Rummikuppen. Tekenen, lezen. Breien. Dat soort dingetjes. Maar ik ga weer verder, want de film heb ik voor pauze gezet. En ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Dus morgen vroeg zie ik je weer. Even in het donker deze uitlaten. Moet ook even gebeuren. Dat kan niet goed hoor. Dat moet goed allemaal goed te doen hier vlakbij. En ja, die valt wel op die hond zo. Maar gelukkig heb ik ook een zaklampje bij. Dus dat doet wonderen. Want het is goed donker in de omgeving. Maar geef niet, loop even hierheen. Dus meisje zoekt dat plekje wel. Zo,
Het is weer ochtend. En we hebben weer alle... Nee, het is middag. Het is al middag, hoor. Net. Ja, het is, ja, net, het is middag. Net middag. We hebben alles weer aangetrokken. Nou, lekker goed warm aangekleed. Heerlijk geslapen vannacht. Lekker rustig hier, hè? Lekker gegeten. Nou, ook. Lekker koffie gedronken. Ook dat. En nou gaan we fietsen. Ja, het is een droog dagje, schijnbaar. Ik heb er zin in. Het is heerlijk gewoon weer. Heerlijk weer voor ons weer vandaag. Ja. Het waait wel een beetje met stroog, inderdaad. Het belangrijkste. En we gaan eerst waar we heen gaan. Ja, wat staat er nog te kijken? We gaan mee. Geen idee. Geen idee. We gaan eerst even terug naar Geesteren. En dan gaan we naar de kerk toe. En bij de kerk is meestal wel een platte grond en zo te vinden. We gaan zien. We gaan gewoon zien. We gaan gewoon kijken wat het weer bedraagt. Wat de dag brengt, laat ik het zo zeggen. Ja, zo is het. We weten het nog niet. Ja, we gaan we zien. Weten het niet. En Daisy, ben je er klaar voor? Ja, ze lekker in het mandje. En dat past gewoon, hè? Met een mixsysteem. En het zit goed vast. En het zit echt muur vast. Ja, je kunt de fietsen optillen. Het echt niet, kijk hier. Nee, dat zit echt vast. Het is een mooi systeempje, hè? Gewoon, dat is een adapter van Mick. En daarop past eigenlijk alles van Mick. En op dit geval was het het Bazelmandje, maar er kan van alles op. Lekker makkelijk. Nensje, gaan we fietsen? Doen we helm op en dan gaan we weer van start. Alright, gaan we doen. Oh, Nancy zit al te kijken op de kaart hier. Dit is dus echt letterlijk op 900 meter vanaf de camperplek. Ja. Even een minuutje bekijken. Appelsalade en Amerikaanse koolsla. Klinkt lekker. Dat is lekker, ja. Maar het is niet droog gebleven. Bijna fietsen en het regent. Ja, dus we wachten maar even. Hier stond wel een bordje verboden toegang, maar we gaan toch even schuilen. Heel even. Het regent nog steeds, gelukkig al een beetje minder, maar we zijn toch even doorgefietst. We zijn nu in Terbergen. En Daisy doet alleen maar piepen, die ziet Nancy erin staan. Even een pitstopje gemaakt, even kijken wie hier is. Misschien dat we de fiets even wegzetten. Even rustig aan. Nancy wil er overal in, hè? Ja, ik wil er overal in. Ja, overal in, maar die is op slot, hè? Ja, maar die is al een slot. Je mag niet overal naar binnen toe. Misschien kunnen jullie ook eens kijken, maar weet je wel. Oh, ja, ja, oh, de deur is open en het is donker. Nancy heeft niet overal in liggen gluren, joh. Jawel. We hebben weer een stukje gefietst. En even pitstop nu. En kriskras door weet ik van waar heen. Overal. Zonder plan, hè? Ja, zonder plan. We zijn nu bij Watermolen Bels aangekomen, ja. Hè? Ja. Kijk of dat je iets te drinken hebben. Ja, of iets eten. Kan ook nog. We gaan even kijken. En wat is dan het eerste wat je doet als je bij de Watermolen bent? Ik heb een kopje thee. En ik een koffie. En zometeen ga ik een tosti eten. En Nancy... Dat zijn kroketten. Kroketjes. Ja, weer eten en drinken. Weer eten en drinken. Het is lekker warm hier nou. Ja, heel druk is het. En druk. We hebben ons eten. Het ziet er lekker uit. Ik heb best wel honger. En jij, Dennis? Ik heb er niet. Jij niet. Nou, eet smakelijk. Prachtig. En op fietsafstand van de camperplek is dus Watermolen Bels. En bij Fransen.
Ja. Water, die is iets verder op die kant op, daar zijn we niet geweest, maar bij Bels kun je goed eten en drinken hier. Heerlijk, het was lekker hoor, echt. Ja, dus in de winter kun je lekker binnen, honden zijn welkom. Ja. En in de zomer kun je buiten, want het is een hele mooie tuin met terras en alles erbij. En schappelijke prijzen. Ja, vind ik ook. Ja. Vind ik echt ja, netjes. Doen. En lekker warm was het. Heerlijk. Zo, en goede koffie trouwens, dat moet ik ook even zeggen. Ik heb er twee. We gaan de fiets weer pakken, we gaan weer terug naar de camper toe rijden, denk ik. Het is weer 3:30. Ja. Ik denk dat een uurtje fiets is. Dus het is 4:30 en dan gaat het wel kouder worden, denk ik. Ja. Maar nog steeds leuk. Ja. En Nancy is er ook weer bijna klaar voor. Help je weer op. Helm je op, communicatie aan. Misschien hebben we wind mee als we geluk hebben. Gaan we weer trappen. Het is lekker weer toch? Het is goed te doen, ja. Nou, dat was het rondje wel. We hebben in totaal 25 kilometer gefietst. En dat zonder fietsroute. Gewoon gaan en waar gaan we heen? Geen idee. We zien wel. We zien wel. We hebben ook weer gezien. Te Bergen hebben we gezien. Geesteren hebben we gezien. Volgens mij zijn we richting Aulus. Nee, hoe heet het ook alweer? Ik weet het niet meer. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Maar goed, maakt niet uit. Lekker gegeten. Nu weer de fietsen in bladen. En dan even weer bijkomen. Wat eten we vandaag? Zuurkoolstamp. En hey, daar gewoon in de camper. In de camper, lekker. Kan gewoon, hè? Eens kijken. Oh, kijk eens, ik heb het. Het is gewoon zuurkool met speklapjes. Heerlijk, toch? Oh, best veel. Heerlijk. Maar ja, na zo'n fietstocht moet dat wel lukken, Nens. Ja, joh. Dan gaan we gewoon opeten. We gaan het gewoon doen. Ja, okay. We gaan het gewoon doen. Maak jou het uit. Gewoon doen. Is hij goed gelukt? Ja, hij is echt lekker. Hij is goed warm. Hij is heerlijk. Echt lekker. Ik stop met filmen, want ik ga ook een hapje eten. Hij is echt lekker. Ik stop nou. Ja, hij is lekker. Heerlijk. Heerlijk. Goedemorgen weer. Het is net even droog. Het heeft weer flink geregend. Ja, dat is nu eenmaal de tijd van het jaar. En het is echt het natste jaar van alle tijden volgens mij. Dus dan is het nat. Maar goed, hier hebben ze goed opgelost. Je staat hier sowieso op van die blokken in het gras. En ja, het stukje ervoor hebben ze niet gedaan. Dat gaan ze wel doen, heb ik nu begrepen. Maar nu hebben ze dat opgelost door een rijplaat ervoor te leggen. Dat je in ieder geval echt het gras niet raakt met je camper. En het ziet er misschien niet zo heel erg mooi uit. Maar het is wel effectief. Je hoeft niet druk te maken dat je vaststaat. Nou, waar stonden wij? Wij stonden dus hier nou op Reensboer Recreatie. En ja, dat is bij Geesteren, vlakbij de Duitse grens. Mooie plek, plek voor 17 campers. Stroom, geen stroom, en er zit een kantine bij. Er zitten heerlijk warme douches bij en verwarmde sanitair gebouw. Ja, die kantine is gewoon leuk, daar kun je leuke dingetjes kopen, dat soort dingetjes. Toen wij hier waren, moesten wij betalen €18,50 en dat is inclusief de stroom en inclusief de rustenbelasting. En hond is gratis. En hier in de kantine kun je dus lekker gaan zitten met z'n allen of met z'n tweetjes, wat je fijn vindt. Spelletje doen, staan er allemaal. Je kunt een drankje pakken hier achter me en dat kun je aanvinken op je kaart. En aan het einde van je verblijf hier kun je dat inleveren en dan reken je dat pas af. Gaat allemaal op basis van goed vertrouwen en dat moet ook allemaal kunnen. Er staat een koffiezetapparaat, kun je gewoon koffie zetten. Er staat een biertje, een wijntje kun je pakken, iets fris. In de zomerdag is die vriezer ook gevuld met ijsjes en met vlees zelfs. Om te barbecue, je kunt een barbecue pakket samenstellen. Daar hebben ze echt goed over nagedacht. Het is, ja, zoals je ziet achter me, alles is gedacht. Het is lekker warm. Dus in de winter zit je ook lekker hier. En nu sta ik in de informatieruimte en ja, hier staat echt alles, fietspaden, routes om te wandelen, leesboekjes, nog meer spelletjes. Ja, als er iemand is, dan kun je hier dus gewoon hulp vragen. Maar voor aan de deur hangt ook een telefoon, dan kun je ze altijd even bellen. En als je klaar bent, dan doe je je geld dus van alles in een envelop en dan kun je hier in de bus doen en dan is het eigenlijk alweer klaar. Dus het is echt allemaal relaxed, goed vertrouwen en ja, dat kan. Dat moet er gewoon kunnen trouwens. Dan ben ik hier een beetje aan filmen. En zie ik dat Nancy gisteren hier al een tegeltje neergelegd heeft. Altijd leuk.
Daar was hem weer. Ja. Het was een heel erg lekker, leuke twee nachten hier op Reensboer Recreatie. Ja. Oh, ik vind het moeilijk worden steeds. Ja. Reensboer Recreatie. Prachtige kantine, heerlijk gefietst. Lekker rustig. Heerlijk rustig, ja. Ondanks de regen. De meeste viel s'nachts gelukkig. Dus en een scheelt. Mooie omgeving. Alleen toch volgende keer weer terugkomen als het iets mooier weer is. Ja, het is nu overal balen van het weer. Maar ja, we moeten van maken wat het is. En we hebben nog steeds lol. Dus zeker wel. Ja, ik ook. Ik vond hem leuk. We gaan even nog de camper verzorgen. Dan is hier weer voor gezien. En dan gaan we naar de volgende plek toe. Klopt. Vond je hem leuk? Ja. Duimpje. Doei. Abonneer je. Doei.